De grootste uitdaging van de justitiële autoriteiten op dit moment zijn de illegale feesten. Dit zei justitieminister Kenneth Amoksi vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De politie heeft enorm veel werk aan het controleren van de naleving van de COVID-19 maatregelen. Na elk weekend, na elke optreden, wordt data verstrekt ten aanzien van de handhaving. En ik wil voorzichtig optimistisch zijn ten aanzien van de handhaving. Maar de uitdaging is nog steeds natuurlijk de illegale feesten. En het Korps Politie Suriname met ondersteuning van Defensie. Met ook ondersteuning van andere ministeries, onder andere AWJ, wordt dus de handhaving gedaan. En we verwachten natuurlijk ook dat de activiteiten worden opgevoerd en dat we de handhaving richten kunnen blijven doen. Dat is wat informatie die ik had om te verstrekken ten aanzien van COVID-handhaving. Amoksi zegt dat de COVID-19-besmettingen 216 medewerkers in zijn wurggreep heeft genomen. Hiervan zijn er 7 overleden. 18.407 mensen zijn opgebracht door de politie. Ruim 71.300 voertuigen en bijna 1200 winkels zijn gecontroleerd in 2021. De minister zegt dat er meer data gedeeld zal worden met de samenleving en hoopt dat er verandering komt in het gedrag van de samenleving.